Hallo, we zijn vandaag bij Avalex. Mijn naam is Barry. Ik doe de opleiding voor beheerde Milieustraat. 7:45 gaan we starten en dan kan je eigenlijk niet echt een standaard iets, want elke dag is anders wat je meemaakt. Dat kan zijn van even een stuk vegen, dat kan zijn even de webcontainer, de apparaten netjes naar achter gooien, opstapelen. Kan jij mij vertellen waar de verschillende producten, waar ze naartoe gaan, in welk compartiment? Nou, dit is een wasmiddel, weet je, die zet je bij waxen, reinigingsmiddelen, mag je in de vat doen. Avalex is een afvalverwerkingsbedrijf dat huis aan huis vuil ophaalt, net als restafval, GFT, papier, en dat wordt naar de eindverwerkers toegebracht. Yes, netjes. De werkzaamheden die de studenten doen is klanten aanspreken, aanwijzing geven waar ze eventueel hun afvallen kwijt kunnen, in welke bakken, dus zoveel mogelijk scheiden natuurlijk. En het sorteren van KGA-producten. Het omgaan met de burgers en die een stukje informatie geven en vertellen waar ze alles naartoe moeten brengen, dat vind ik het leukste van het werk. Naar mijn indicatie, op het moment dat je het vermoeden hebt, visueel hebt waargenomen, denk je dan eerder dat het een asbest is. En op het moment dat je het vermoeden hebt dat het asbest is, dan moet je ook als asbest behandelen. Ja. Weet je, dat moet dan netjes ingepakt zijn in een dubbelzijdige folie met de asbestlogo.